Als een band zingt, iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Ja, dan moeten we er wel met z'n allen iets mee doen. Want dat vind ik een goede stelling. Dan moet je niet zeggen van ik ga in Nederland op een eiland zitten. Ik denk dat het alweer zo'n jaar of 10 geleden is dat we aan het schaatsen waren met school. En dat er twee hele enthousiaste meiden naar me toe kwamen van meester, mogen wij meedoen met het schaatsen voor water? En die hebben achteraf 45 gulden opgehaald. En dat vond ik zo leuk. Toen dacht ik, nou daar ga ik elk jaar aan meedoen. We kregen destijds een promotiefilm van plan. En ja, er liepen dus van de kinderen met een plastic emmer op hun hoofd om water te halen. En daar zaten ze naar te kijken en toen zegt één meisje, die zegt, hè? Maar meester, zijn daar nou helemaal geen winkeltjes? Dus ja, die leerling had dus absoluut geen idee hoe die mensen en kinderen leven in de andere kant van de wereld. Dat bevatten ze niet. En het kwam echt zo recht uit haar hart, zo van, oh wat zielig. Ze hebben geen winkeltjes. En ja, het enige wat ik kon zeggen, ja, zielig, ze hebben geen winkeltjes. Nee, ze hebben geen water. En daar gaan wij nu voor schaatsen. Ik vind het natuurlijk ook vreselijk als je ziet hoe kinderen dus in de andere kant van de aarde moeten vechten voor een beetje water. Dat zou eigenlijk een vanzelfsprekendheid moeten zijn. En dan zouden ze zich bezig kunnen houden met scholing. Dus ja. Dus dat houdt me al bezig. Dat je kinderen toch een betere toekomst geeft.